het staal? Ja, hij heeft een staalbedrijf, volgens mij in Renen. Echt waar? Je zit nu reclame te maken voor het staalbedrijf van Ede Hophof. Nee, maar ik heb helemaal niks tegen Ede Hophof. Nee, het is gewoon een mening. Ja, meer is het niet. Als ik zo kijk naar dat mondje, zou hij een verkeerde mossel gegeten hebben. Mocht hij net inschakelen, dit is een voetbalpraatprogramma op RTL 7. En, oh ja, iets van voetbal misschien nog. Ribéry vindt zich net zo goed als Messi en Ronaldo. Is dat echt zo, René? Of kent hij zijn plaats niet, zegt Jan van Barentapel.